Ik heb heel veel zin in een unboxing video met YouTube papa. Hoe lang zijn jullie ongeveer weg precies? Heb het niet nodig. Kaartboekjes. Hou. Dit is toch geen speelgoed. Je ziet ze bil. Glitter, ik haat glitter. Dat doe ik niet. Er zit geld in. Ik krijg een beetje hoofdpijn als je me zo schudt. Ja joh, niet zeuren. Wat een lucht. En deze? Zo, ook erbij. De volgende beelden zijn een beetje ongepast en heel erg vies. Dus stop dit niet in iemand. Ik begin nu toch wel een beetje te twijfelen of het hoort. En als Verheer het ziet? Oh, die wordt me dan toch boos? Word ik naar de brandweer? Ja, ze komen toch niet naar mij, hè? Ja, welkom bij een nieuwe video van YouTube Papa. En er staat weer een hoop te gebeuren vandaag. Want de meiden gaan weg. Veel plezier, hè? Nee, ik doe nooit gekke dingen. Nou, dag, ga nu maar weg. Dag, veel plezier. En hoe lang zijn jullie ongeveer weg precies? 2 uurtjes. 2 uurtjes, dag. Ik ga op de bank liggen. Ik ga niet op de bank. Ik heb echt een idee. Ik ga zo naar voor je in de kamer om iets te pakken. Maar voordat ik dat doe, zorg jij ervoor dat je abonneert op mijn kanaal. Duimpje omhoog, klik op het belletje. Dan mis je geen enkele video, hè? Tof! We gaan beginnen! Woe! Kijk, ik had namelijk bedacht... Aha, nu kan ik naar binnen, want ze is er niet. Ik had namelijk iets bedacht. Ik kan natuurlijk nog niet zo heel veel. Dus ik dacht... Wat nou als ik een unboxing video doe? Maar dan met speelgoed of zo, weet ik het. Ik ga verzoeken hier op in de kamer of ik iets kan vinden. Maar niet tegen haar zeggen. Dan krijg ik weer op mijn sodemieter. Ik ga even kijken. Jeetje, wat een bende. Wat een hoop speelgoed. Kijk, van Jen is echt van het knutselen. Die heeft hier een eigen knikkenbaan gemaakt. En weet ik veel wat voor mooie dingen ze allemaal maakt. Kijk nou. Hoe schattig. Hoi. Ik ben... IJsje Girl, denk ik of zo. Leuk, hè? Ik zeg gewoon zelf verzonnen. Ik vind hem vet. Nou, wat kan ik unboxen? Wat is dit? Glitter. Ik haat glitter. Dat doe ik niet. Ik ga ook niet kleuren. Even kijken. Hé. Hey. Wat is dat? Dit soort dingen zoek ik. Kijk. Haha. Wat is dit nou? Dit neem ik mee. Geen idee wat het is. Ik heb echt geen verstand van dat het speelgoed. Maar die ga ik meenemen. Er is nog een topmodelkistje, maar ja, daar zit de code op. Dus dat kan ik ook niet doen. Hey, wat heb ik hier? Wat is dit? LOL Surprise, dat heb ik een keer gezien. Daar zijn jullie allemaal gek van, toch? LOL, dat is hartstikke ingewikkeld. En volgens mij helemaal niet geschikt voor papa's. Maar ik ga het gewoon doen. Ik neem het mee naar beneden. Ik moet opschieten, want... Het moet allemaal wel gebeuren voordat ze weer terug is. En dat ze het niet door heeft. Dan zet ik dus mijn camera echt super professioneel zo hier neer. Dat heb ik ook gezien. En dan heb ik die LOL, die bewaar ik voor straks. En dan hebben we nu de Roblox poepslijm. Is ook nog eens met poep. Geen idee. Open. Ik heb al een hekel aan. Open, er zit er van alles zitten in. Ik word er nou al gek van. Yeah. Zo. Snap dat ik jullie dit allemaal leuk vind hoor. Al die bende. Zo. Er valt een wc-pot uit. Kijk dan. Dat is een wc-pot. Altijd nog een wc-pot. En wat nog meer? Boekjes, hoe je het moet doen, heb ik niet nodig. Kaartboekjes. Oh, wat is dit? Oh ja. The Hangry's Slime Making Parodies. Oké, dus het is slijm wat je gaat maken. Ah. Kijk dan, het lijkt wel poep.
Wel grappige poppetjes. Nou, ik heb dus deze. En die zit dus nog helemaal... helemaal vast. Zo. Oh, ik trek zijn nek eraf. Oh. Dacht even dat ik een monster... Nou, jongens. Dit is toch geen speelgoed. Je ziet zijn bil. Nou, dat kan niet hoor. Wat is dit voor apparaat, joh? Oh. Kun je ook praten? Ja hoor, ik heb heel veel zin in een unboxing video met YouTube papa. Woehoe! Ja, sorry. De tong. Ha. Oh, u ziet er een beetje ziek uit. Laat uw tong eens even zien. Ja, ja, maar goed, genoeg. Wat hebben we nog meer voor benden? Zakjes. Ik denk dat Vianne dit heel graag zelf had willen doen. Nou, lieve Vianne, ik heb een bericht voor je. Dat zie je wel in deze video, hoe het allemaal moet. En niet boos worden op papa, hè, als je het ziet en denkt, oh, dat ik zelf willen doen. Je bent heus al weer een keer jarig. We gaan verder. Met dit. Zo. Wat legt die bijna? Ik heb een Kaka Crunch. Ik heb getver, daddy. Wat is dit dan, joh? Maak wel een soort poederachtig iets. En natuurlijk nog iets dat je bijna niet van de verpakking af krijgt. Even kijken. Die zit ook wat in. Ik denk dat ik dit alles bij elkaar moet mieteren. Dat denk ik. Ben je niet gek, hè? Nee, je bent niet gek. Nou, wel een beetje. Even kijken, hoor. Ik denk dat hier... Wat is dit? Er zit geld in. Er zit geld in. Oh, nee. Wat is dit dan? Een balletje. Ja, ja. Crap-a-tize. Oh, je moet die poep inmaken, denk ik. Als ik het zo begrijp. Weet je wat ik doe? Ik doe gewoon zoals ik denk dat het moet. En ik ga je zeggen, je hebt hier een bakje en hier dit. Ik ga gewoon kijken wat erin zit. Ja. Eeuw, het valt op tafel. Kijk, dat ruikt dan. Dit gaat dan hierin. Allemaal, het is een soort wit poeder of zo. Weet ook niet. Ik hoop dat ik het goed doe. Ah, dat zal wel. Zo moeilijk is het toch allemaal niet. Het is kinderspeelgoed, man. Hup. Poeder. Oké, poeder erin. Geen idee wat dit is voor bende. Hij gaat er ook gewoon in. Eeuw! Ik krijg het niet open. Ik krijg het niet open. Oh ja. Kijk, ah, bam. Kijk dan. Lijkt wel Magic Sand-achtig. Dit doe ik er ook in. Oh jee. Ik heb nu al het idee dat ik het verkeerd doe. Maar wat kan mij het schelen? En nu? Moet ik schudden? Nou, dat gebeurt niet. Oh, wacht. Ik denk dat je hier iets mee moet. Water. Er moet water in. Dat kan niet anders. Ik heb hier water. Haha. Dat doe je dan vast hierin. Ik veel. Zo, water in de wc-pot. En dan... Denk ik. Moet dit daarin? Of moet dit daarin? Ik weet het niet. Of moet dit allemaal hierin? Dat kan ook. Nou, ik ga eerst dit zo. Ik weet het ook niet hoor. Ik gooi dit er gewoon hierin. Zo. Godverdorie. Hé, wat maak je er toch alweer een bende van? Water erbij. Het wordt allemaal groen. Kijk dan. Ja, en meestal moet je dan schudden of zo. Heb je even? Oh man, ik kan niet meer. Sigh.
Ik krijg een beetje hoofdpijn als je me zo schudt. Ja joh, niet zeuren. Hup. Even, als je me niet mijn hele tafel onderkakt. Dan krijg ik op... Eeuw. Gadverderrie man. Het is kinderspeelgoed. Ik vind het verschrikkelijk om te maken. En het stinkt naar poep. Nog even verder. Stel je niet aan, je hebt toch geen corona gehad? Hup, schudden! Ja, nou, ik ben er klaar mee. En nu? Tijd om naar de wc te gaan. Zo, ik zet je even lekker hier op de pot. En wat moet ik dan doen? Denk ik. Hij zal toch echt naar de wc moeten? De volgende beelden zijn een beetje ongepast en heel erg vies. Want ik heb het idee dat er iemand heel erg aan de diarree is. Kijk, je ziet het al aan zijn gezicht. Ik moet heel nodig. Ja, en dat doe je lekker op de wc, want zo hebben we het geleerd. Zo, even kijken hoor. Op de wc. Oh, andere been moet ook. Je andere been. Gadverderrie. Eeuw, je poept over de rand, man. Kijk nou. Je moet in de pot. Hij zit echt, kijk dan. Ik zei toch, diarree. Heel mijn tafel ligt onder de kak. Dit is toch geen slijm, joh. Wat heb je gegeten? Ik ga gewoon even kijken. Kan dit open? Eeuw. Kijk. Ah, oh man. Zie je? Daarom hou ik niet van deze bende. Gadverderrie. Oh, er valt ook een balletje. Ah, nou zit het aan mijn vingers. Eeuw. Nou. Ja, ik snap nu wel dat het poepsieslijm heet. En nu? Nu wachten tot het slijm wordt zeker. Nou, ik doe wel even de bril dicht. Wat een lucht zeg. Nou, volgens mij moet je nu dus wachten tot het slijm wordt. Heb je even? We gaan kijken. Nou. Jij bent klaar met dat al dat gepoep. Je hebt het allemaal in de wc gedaan. Nou, niet allemaal, want hè, kijk maar naar mijn tafel. We halen het eruit. Het valt er niet uit. Dus dat is een goed teken. En dan heb ik hier nu... Wow. Wat is dit? Er zit nog een balletje in. Eeuw. Dit is toch geen slijm, joh? Oh, jawel. Nou, je trekt het zo uit elkaar. Dat is echt vies. Maakt wel snot, zo. Hartjoe! Corona-klodder. Eeuw. Nou, niks voor mij, hoor. Dat hele poepsie slijm niet. Kijk, nou, dat is toch allemaal wat aan bende, zeg. Hier. Jongen, jongen. Ik ga mijn tafel opruimen. Tijd voor iets anders. Ja, dat is het stomst van alles, dat je het weer moet opruimen. Even een doekje over de tafel hoor. Zo, alle poepkorrels van de tafel. Gadverderrie. En dan zijn we helemaal klaar voor de LOL Surprise. Woe! Goed, dit is het moment waar ik op gewacht heb. Want ik weet hoe leuk iedereen het vindt
als je LOL Surprise unboxed, dan oh, wat zal erin zitten. Ik heb zelfs filmpjes ervan gezien. Nou, het ziet er helemaal niet ingewikkeld uit. Ik kan dat ook. Dus ik ga het nu doen. Als het allemaal goed gaat. Oh, ik dacht even dat ik ze hoorde. Maar ze zijn er nog niet. Opschieten. Oké, daar gaan we. De LOL Surprise Remix Pads. Ja, en dan moet je dus de hele alle kanten moet je beschrijven. Kijk, want hier staat iets in het Engels en in het Frans. Ik snap daar helemaal niks van. Hier staat crew mixtape. Hoe vet. Warning. Oh, dat is even belangrijk. Choking is, je kan erin stikken. Dus stop dit niet in je mond. Kijk, ik ben vermomd. Oh ja, oh, wie zou erachter zitten dan? Achter die bril en die lelijke vlecht. Ik weet het niet. Oh, 9 surprises zitten erin. Hoe vet. Ik wil dit openmaken. En een stereotoren. Dat is van vroeger. Ja. Nou, hij gaat open. Ik heb hier een lippie en dat doet niks. Hoe krijg je dit open? Oh, hier. Ja, open. Zo. Makkie. Oh, een kaart. Ik zie dat ook altijd iedereen doen. Een kaart. Oh, wat zal erop staan? Ik denk allemaal verschillende poppetjes of zo. Oh ja, ik snap er helemaal niks van. Niet nodig. Zo, en nu? Wat is dit? Hoppatee. Vet. Dit is gewoon een radio. Hij doet het niet. Wacht. Het hele ding doet het niet. Het is een neppert. Zie je, dat heb ik dan weer. Dan lijkt het op een of andere hele supercoole radio. Werkt het gewoon niet. Maar ja, hoe gaat het ding nou open? Je moet zeker een geheime code intikken. Dan gaat hij... Dat gaat niet open. Yes! Het is me gelukt! Kijk! Oh! Een cassettebandje. Hoe cool! Daar stond dus vroeger gewoon muziek op, hè? Ja, daarna kwamen de cd's. Ja, het is wat. En een lang speelplaat hadden we ook nog. Maar nu hebben we gewoon Spotify. Woehoe! Oh, leuk. Love songs. Dat is voor de liefde. Romantisch. Leuk voor moeder dan. Ja, oh wacht. Er zit iets meer in. Dat krijg je er niet uit. Dat moet open. Hoe krijg je zoiets open? Ik ben er nou al helemaal klaar mee. Ik heb een idee. Aangezien ik dat ding niet open krijg, heb ik een plannetje. Maar dat moet je niet thuis doen. En als Verheerd het ziet, oh, die wordt me dan toch boos. Ik moet even gereedschap. Kijk, even een plankje eronder. Zo, en auw. Gereedschap. Woe. Even kijken. Hoe gaan we dat ding open krijgen? Ik begin met een hamer. Hou. Nou. Ga maar open. Hou. Ga open. Het zal toch niet. Dat je dan dit. Zo. En dan. Ik ben gewoon niet handig. Ja, het werkt al een beetje. Wacht. Nou, dan gaat de eus wel. Opa! Yes! Woehoe! Zie je, ik ben hartstikke handig. Wat is dit nou weer? Papiertjes. Ja. En wat is dit? Oh, het vliegt alle kanten op, man. Geen idee wat dit is. En nog een boekje. Oh, wat een verrassing. Nog een boekje. Oh, wat zou erin staan? Allemaal dingen die ik ook niet begrijp. Kijk, dit en dit en dit. Hoe vet. Dat heb ik altijd al willen hebben, zo'n boekje. En allemaal poppetjes die er ook niet in zitten. Oh, welke zouden wij hebben? Dat heb ik ook gehoord. Oh, hier. Kijk dan. Deze hebben wij. Hoe gaat die open? Nou, joh, dat weet je toch? Gewoon zo, hap.
Doe dit niet thuis, hè. Het is gevaarlijk. Appetee. Oh, met regenbooghaar. Hoe cool is dat? Nou, dat vind ik wel leuk. Hè? Kijk dan. Oh, koesje, koesje, koesje. Wat zit je haar goed? Wat heb je gekke konijnenoren? Dan moet je kijken natuurlijk op de kaart welke dat is. Welke dat is. En nou, dat zie je natuurlijk meteen. Dat is... Zie jij het? Ik zie het echt niet. Het staat er niet op. Deze staat er natuurlijk weer niet op. Die ik heb. Even kijken. Het is... Ja, dit zie jij het? Oh, die. Dat is deze. Kijk dan. Funk Bunny. Funk Bunny. We hebben de Funk Bunny. Hoe cool. Maar hier hebben ze nog allemaal dingen in de hand. Oh, dat, ik weet het al. Dat heb ik gezien in China. Dit is van het papier. Dat gebruiken ze ook voor vuurwerk. Dat verbrandt heel makkelijk. En dan zitten gewoon die accessoires erin. Dus, wat gaan we doen? De fik erin. Dat moet. Denk, of niet? Ik denk van wel. Maar doe dit thuis niet na. Ik doe het even buiten. Kijk, we hebben hier zo'n pakketje. Dat heb je ook altijd met vuurwerk. Dan moet je het gewoon aansteken zo. Hopen dat het niet ontploft. Oh, het zou erin zitten, hè. Ik doe gelijk... wat een lucht. Deze doe ik ook. Het gaat er helemaal niet zo snel op. Ja. Wat een lucht. En deze. Zo, ook erbij. Oh. Leuk, hè, dat dat hoort, hè, bij kinders... Nee. Ja, ik heb nu, begin nu toch wel een beetje te twijfelen of het hoort. Ik doe deze twee, doe ik nog maar even niet. Het begint wel een beetje... Volgens mij doe ik het verkeerd, hoor. Wacht even. Nou. Het is nog niet echt... Het smelt een beetje ook. Echt, het verderrie. Wie verzint dit nou weer? Hè? Oh, het is een gitaar. Vet! Een gitaar! Met een gitaarband gesmolten. Oh. Ja, ik denk toch niet helemaal dat het goed was. Oh man, wat heb ik nou gedaan? Ik neem het weer mee naar binnen. Ja, dat heb ik natuurlijk helemaal verkeerd aangepakt. Het was ook helemaal niet veilig. Kinderspeelgoed moet je niet met vuur. Dat is stom. Ja, weet ik, ben toch ook maar een klunt. Nou, dit is dus wat er van overgebleven is. Nou, hartstikke leuk. Ik heb voor jou een gitaar. Wel een beetje gesmolten. Maar wel met een hele vette zwart-blauwe gitaarband. Die nu ook niet meer past, omdat het ook is gesmolten. Oh, dus. Nou, leuk, hè? En dan heb ik hier... Ja, alsof je in de poep hebt gestaan eigenlijk. Voor aan je voeten, denk ik. Oh, wat een mooie schoenen. Kijk dan, wat een dikke vette patta's hier. Bam. Daar ben je wel helemaal de koning mee, hoor. Kijk dan. Zo. Oh, mooi, hè? En die ook zo erop. Jeetje, welke maat heb je? 46, zeg. 46? Ik heb maat 35, hoor. Beetje grote wafel. Ja, ja. Maar gelukkig heb ik nog twee andere zwarte schoenen. Het stinkt, jongen, naar verbrand plastic. Ja, zo. Mooi, hè, deze ook. Echt verschrikkelijk, man. Word ik naar de brandweer? Ja, ze komen toch niet naar mij, hè? Nou, sorry. Door. Ja, zo, kijk. Oh, mooi. Oh nee, het is geen paard. Dan heb ik hier nog een super vette jurk, denk ik. Voor wat er nog aan over is. Dan is het plastic in. Ik denk dat er dan uit moet of zo. Ja. Oh, wat een mooie jurk ook, hè. Hey, het is, ja, het is een beetje vies. Maar joh, doe je hem gewoon even in de was. Kun je ook schelen. Zo. Het past ook niet. Hoe moet dat dan? Moet het dan over je lelijke... Ja, sorry, bumper. Ik weet het. Het is ook allemaal verschrikkelijk.
kom je op die vieze lucht af? Ja, sorry, het stinkt ook een beetje. Ja, ik heb toch het idee dat ik het een beetje verpest heb. De jurk past al niet meer. Maar gelukkig heb ik nog twee dingen niet in de fik gestoken. Die kan ik nog wel even uitpakken, toch? Kijk, deze. Oh, had je niet willen missen. Kijk, ik kan het gewoon open scheuren, weet ik wat. Een dikke vette bril hier. Bam. Zo, hoe vet. Was dat? Ja. Woehoe. Yeah. En ik heb geen idee. Wat is dit dan? Een melkfles. Dat is toch niet cool, een melkfles? En waar moet je het in je handen houden dan? Dat past toch niet? Ik heb geen idee wat het is, maar neem maar een slok. Ja. Bah. Ja, helemaal vet hoor. Hey. Nou, ik vond het een te gek... Oh, je hebt schoen van eraf. Ik vond dit een te gekke unboxing video. Ik ga snel de bende opruimen voordat VN komt. Ik hoop maar niet dat ze het ruiken ook hier. Voel wat een lucht. Nou, ik heb er het beste van gemaakt, hè. En ik denk dat dit wel een punt is dat ik moet zeggen, nou, misschien moet ik gewoon stoppen met kinderspeelgoed. Ik ben er gewoon te oud voor, ik snap het gewoon niet meer, denk. Vond je dit nou een leuke video? Ik hoop het. Doe dan een duimpje omhoog. Word abonnee van mijn kanaal. En volgende week... Nou, wat ik dan ga doen, dat is echt wel weer vet, hoor. Oh, hoe ga ik dit opruimen? Doei, doei! Thanks voor het kijken. En word even abonnee, hè.